had eerlijk gezegd na de avondvierdaagse niks anders verwacht dan dat jullie natuurlijk hier naartoe kwamen wandelen. Dus dat is aan jullie wel besteed. Hè? Wie heeft allemaal meegedaan met de vierdaagse? Wauw, dat zijn er een hoop. Goed zo. Volgend jaar allemaal, hè? Wie heeft er een idee? Laat ik daarmee beginnen. Wat kerngezond precies is? Jij? Vertel eens. Het is om gezond te eten en gezond te doen. Gewoon lopen, rennen, sporten, spelen en met elkaar. Ja. En met elkaar, samen. Wilbert van der Laar. Die gaat jullie iets vertellen, samen met een paar andere mensen. Maar dat zien jullie dadelijk. Over hoe hier de aardbeien en de blauwe bessen geteeld worden. En hoe dat allemaal zo lekker wordt. Dan hebben we binnen dadelijk hier. Ga je met de aardbeien ook echt een quiz doen en iets lekkers maken. Dan hebben we een beweegactiviteit met quizvragen aan die kant daar op het grasveldje. Zoals we dat vroeger kenden, van mijn leeftijd, dan al heel lang geleden, ren je rot. Ja! En dan moet je naar het goede antwoord rennen. En we hebben een topsporter uitgenodigd. En nou ja, ik vind een hele goede en hele bekende topsporter, Roel Brouwers. Dat is Roel. Ja. Roel is van Roda nou en werkt tegenwoordig midden in de maatschappij. Maar dan kunnen jullie hem dadelijk allemaal vragen. Die doet ook allemaal dit soort activiteiten organiseren met Roda. Omdat wij samenwerken met Roda midden in de maatschappij. Doet hij het soms ook bij ons. Maar wie weet bij welke grote Duitse club Roel gevoetbald heeft? Bayern München. Bijna goed. Dortmund. Begint ook met Borussia. Roel heeft 9 jaar bij Borussia Mönchengladbach gevoetbald. En dan zat het hele stadion vol. En als Roel dan het veld op kwam, dan riepen alle 50.000 toeschouwers: Roel! Echt waar? De camera's van Omroep Landgraaf die zijn vandaag in Hoeve Haasdal, het aardbeiencentrum in de Kakert, waar de school Wereldwijs op bezoek is bij het programma Kerngezond van Maurice Graaf, dat Omroep Landgraaf wekelijks uitzendt. En de groep van Wereldwijs die zijn heen gekomen, mede dankzij Judith Wintjes, wat hij neven me steed. Judith Wintjes, bekend als organisator van de avondvierdaagse Landgraaf. Prachtig, ja. Goed geregeld. Complimenten nog. Onze kamers worden ook netjes bij, dat hebben ze wel zelf gezien. Ja, maar vandaag wist hij bij het arbeidscentrum om het programma Kerngezond mee te begeleiden. En vertel maar eens, Judith, hoe bent u daartoe gekomen en ja, een was het deze? Nou, hey, heb je de microfoon en regel het maar, zou ik zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben Judith Wintjens. Ik ben projectcoördinator op OBS Wereldwijs. Ik stuur door een 12-tal pedagogische medewerkers aan die werkzaam zijn in het tussenschoolse gedeelte van het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Binnen dat project gun voor ook samenwerkingsverbanden aan met externe partijen. En daar is Kerngezond is daar een voorbeeld van. We zijn nu dan bij het arbeidscentrum waar voor de kinderen ook smaaklessen gaan geven. Ze gaan bewegen, ze gaan proeven, ze gaan zien wie geteeld werd. Ze leren gewoon echt van de grond. Tot in de monk, zo echt letterlijk. Dus super interessant. Kinderen vinden het ook leuk, ze zijn even uit de school. En maken ze ook dat ze mensen op deze manier zich het aanleren, dat het ook blijft hangen. Dan dat ze in de klasse blijft zitten en de druge stof vertelt. Dus dat is schön, dat is super. Dan zien ze genieten, dan zien ze rennen, dan zien ze kieken, nieuwe dingen leren. Ja, dat is mooi. Super Judith, heel goed gezegd wat de bedoeling is vandaag. Aardbeien is sowieso een heel gezond product. Er zit heel veel vitamine C in wat dat betreft. Ze is ook laag in calorieën, want ze heel veel aardbeien eet. Ze heeft weinig calorieën. Ik heb dus vroeger weinig aardbeien gegeten. Ja goed, dat is mijn fout. Ik ga mijn leven beter en heel veel aardbeien eten. Aardbeien zitten ook veel foliumzuur in, met name voor vrouwen ook heel belangrijk. Daar weet ze zelf alles van dat belangrijk is. En vergeet niet dat
dat in Nederland 40.000 ton aardbeien per jaar worden geproduceerd. Dat is enorm veel. De aardbeien is ook het vijfde fruit, zal ik maar, vijfde soort fruit wat hij in Nederland op de menu lijst steekt. Boah, ik weet niet wat de eerste vier zijn, maar ja, aardbei is nummer 5 in Nederland. En veel gegeten. Wie het, oh shit, man, ik ook wel dus, ja, daarom. ik denk, ik vertel het even. Ja. We zijn toch weer het aardbeiencentrum, dan vertellen we het ook even. Nou, hartstikke bedankt voor je toelichting. Ja. Wil ze nog het vertellen of zijn ze dat? Nou ja, we laten het gewoon even gebeuren. Even prima. Genieten van... Kijken we dadelijk verder. Ja, prima. Super, hartstikke bedankt Judith. Ja, graag gedaan. Sociale bijen zijn honingbijen. Honingbijen leven eigenlijk in een kolonie. Ze leven allemaal bij elkaar. Weet iemand bijvoorbeeld hoeveel bijen in zo'n bijenkast zitten? Ongeveer. In zo'n bijenkast. Koningin! Ja. Hoeveel koninginnen zitten in een bijenkast? Eén. Juist, één. Helemaal goed. En wat doet die koningin? Weet dat ook iemand? Nee? Goed zo. Een koningin, het enige wat ze doet is eitjes leggen. En dan kan ze of bevruchte eitjes leggen, dan komen er vrouwtjes uit. En onbevruchte eitjes, dan komen er mannetjes uit. Ja, dames en heren, we vervolgen onze weg hier in het arbeidencentrum Modisage. En even mee steekt Marco Reumkes. Marco is leraar op de openbare school Wereldwijs. En Uxjoel, Marco, die is voor een aantal jaren terug betrokken geweest bij hetzelfde project. Wat constateert ze nu op dit moment aan verbeteringen? Nou ja, ik ben projectleider ook van het project op basisschool Wereldwijs. Via hand in de afgelopen jaren gezien dat kinderen meer gevarieerd zijn gaan eten. Dat ze beter in staat zijn om hun eigen spel te organiseren. We zijn vooral nog geconstateerd dat kinderen over het algemeen het leuker vinden om naar school te gaan. Dat zijn zomaar het resultaat. Dat is niet gebaseerd op helle feiten, maar dat is eigenlijk wat we in de dagelijkse praktijk zien. De onderzoeksresultaten. De universiteit deed onderzoek met een aantal faculteiten. En de onderzoeksresultaten van alle metingen die hier jaar gedaan zijn, die werden in de loop van dit jaar werden die bekend. En dan werd het toch onderbouwd met harde feiten, hopen we. Maar u constateert in ieder geval dus een duidelijke verbetering in het gedrag van de kinderen. Ja, wat voor nog een hele belangrijke, en dat houden we net van tevoren zo ingeschat, is dat door de komst van de gezonde basisschool in de toekomst het pestgedrag onder kinderen enorm is afgenomen. Eigenlijk bijna tot nul is teruggebracht. Omdat kinderen gewoon echt beter in staat zijn om zelf hun spel te organiseren. Ze weten gewoon van oké, we moeten groepjes maken, we gaan dit spel doen, we kunnen de leider, die regelt het. En dat kregen ze te zien van de pedagogische medewerkers. Pedagogische medewerkers die elke dag in die school aanwezig zijn, die weten hoe ze hun spel moeten organiseren. En kinderen zien dat en gewoon daar ook nog handelen. Marco, dus. En mag ik constateren dus dat meerdere scholen zich met dit soort activiteiten bezighouden? Op dit moment zijn er nog een beperkt aantal scholen. Zeker met name voor het pesten, in ieder geval praktisch hier wanneer op een gegeven moment dus dat vervolg ook op meerdere scholen. Dat zou heel mooi zijn, ja. Marco, mag ik je hartelijk danken voor dit interview en we komen er beslist nog eens op terug. Ja, gedaan, dankjewel. Naast mij staat Maurice Graaf, heel bekende persoon van uiteraard VVV, Roda JC, we hebben ze nog meer gevoetbald. NEC, KSV Horn. Kijk eens aan. Kan niet op, hè? Ja. Kan niet op. Maurice Graaf, bekend van het programma Kerngezond. Hè, dat ook uitgezond werd door Omroep Landgraaf wekelijks. En Maurice, vertel eens, wie bent u gekomen om zo'n programma Kerngezond te maken? Ja, als voetballer, dan maak je het bruggetje net eigenlijk al. Moest ze eigenlijk heel gezond leven. De beweegs zat als voetballer, maar dan moest ook letten op die voeding. Bij Roda moest ik dus onder Huub Stevens werd ik naar de voedingsdeskundige gestuurd. Plus, ik ben heel erg bezig met het gedrag van zichzelf natuurlijk, maar vooral het gedrag van de groep om het maximale eruit te halen. En dat plus het feit dat ik een fan had, Remy, geboren met een open ruggetje, levenslang in een rolstoel, levenslang zonder voeding, maar altijd goede zin. Die mij eigenlijk geïnspireerd heeft van, god, ik ben er ooit in het ziekenhuis binnengekomen met een shirt.
En als ze dat dan zus, die ogen van het menke, dat ja, dat is, wie ze dat op de reclame, onbetaalbaar. Ja. Ja. En dat heeft me eigenlijk geïnspireerd van God als topsporter en als profvoetballer. Kent ze meer doen dan alleen die sport zelf, ook voor kwetsbare doelgroepen. En kerngezond is een beetje dorp gebaseerd met drie pijlers. Gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gedrag. Met inspiratie van topsporters dus, willen wij kinderen inspireren tot een gezondere leefstijl. En dat wil niet zeggen dat we ze gewoon vertellen wat ze niet meer mogen eten of wat ze moeten doen. Nee, wij laten zien met topsporters. Vandaag is Roel Brouwer, zie je, ex-Gode, ex-Borussia Mönchengladbach. Die vertelt van hoe hij geleefd heeft als profvoetballer om te bereiken wat hij bereikte. En ja, op deze locatie, met de aardbeien, met de blauwe bessen, laten zien wat doen aardbeien, wat doen blauwe bessen, wie gezond zijn die, wie lekker zijn die vooral. Want dat is ook belangrijk, hè? Moet ook lekker zijn. Ja, en dan kunnen ze kinderen inspireren. En dat is wat we eigenlijk het hele jaar doen. En de ene keer is dat Biene Taylor, zoals vandaag, Hebe Wilbert van der Laar. En de andere keer is dat met sporten, met dan gaan we weer het bos in. We hebben gedragslessen, antipestlessen in de klas. Heel divers, kookworkshops, suikerquiz, dat soort dingen. Maar alles gericht op plezier en op beleving van kinderen. En op die manier proberen van, goh, we moeten toch een beetje opletten. En nu geeft ze kennis. Hè. Ik geef altijd als voorbeeld, als ze veel sportdrankjes drinkt. En veel ouders dan nooit sporten, al kloven de kinderen met een sportdrankje. Nou, een van die sportdrankjes zet 17 suikerklontjes. Dus eigenlijk heb ze dus, als ze anderhalf uur gevoetbald hebt en drinkt ze nou een sportdrankje, heb ze voor niks gesport wat beweeggedeelte betreft. Nou, dat leren die kinderen in de suikerquiz. We trekken die conclusie niet zelf, dat doen ze. En van de 10 kinderen zeggen ze dan altijd, zijn er 3 die drinken dan nou dat sportdrankje niet meer. Er zijn er 3 die drinken dat een week niet meer. En er zijn er 4 die zeggen, wat maakt meegedoet, ik vind het gewoon lekker. Maar alle 10 hebben ze de kennis om zelf die keuze te maken. Dus met die keuze bemoeien we ons niet, we proberen ze te inspireren. En dat is waar kerngezond op gebaseerd is. Nou, dat klinkt prachtig. Maurice, hoe lang ben je met het programma doende? Wij zijn in 2012 gestart op één locatie in Noord-Limburg, in Maasbree. En inmiddels zitten wij dus op 30 basisscholen door heel Limburg. Van Kerkrade en Landgraaf tot het noordelijkste voor ons is dan Horst aan de Maas. Ja. Ja. Dus de reacties zijn ook heel positief? Ja, reacties van kinderen en ook van de ouders. Want vaak in het begin denken de ouders, oh, die gaan ons vertellen wie we de kinderen moeten opvoeden. Totaal niet. We gaan proberen de kinderen te inspireren en de ouders ook te inspireren. Door de topsporters mee te zetten, door leuke activiteit. En door het programma wat je ook goed zendt, Kerngezond ja, TV. Ja, heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Sponsoren, komen die automatisch nodig toe? Nee. Dus we zijn Stichting Kerngezond. We moeten het dus echt ook hebben van de partners. En dat is heel erg lastig. Niet zoals Wilbert. Die zei van, kom maar, ik stel de accommodatie, mijn mensen, ik leid de grond. We hebben ook regelmatig een gezonde bijt. En dan hebben ze producten in Natura nodig. Is allemaal geen probleem. Er zijn heel veel partijen die dan mee willen werken. Maar het is nog steeds een probleem om financiën te krijgen. Dus om uren betaald te krijgen om dit allemaal uit te rollen. Ja. Dus wat dat betreft kunnen ze zich bij dicht melden. Heel geer. We gaan ons best doen. Ja, dank je. Hartstikke bedankt voor het interview.